Hallo kerstverdiepte, ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met de Skylines. De vorige aflevering ben ik hier gebleven. We gaan vandaag weer verder met de Pauwen. Oh ja. Dat is natuurlijk nog zo dat hij nog geen storm is. Maar ik wil vandaag misschien ook nog wel eens een monument gaan bouwen, denk ik. Eens even kijken, want we hebben nog best wel wat monumenten. En die zijn ook nog redelijk duur. Maar dan kunnen we ook wel wat meer... Ja... Mensen naar onze... Ja, toeristen of zo naar onze stad te brengen, denk ik. Maar wat is een goede? Wow. Cinema, shopping center. Het zijn volgens mij gewoon landmarks. Oké, daarvoor heb ik nog heel wat meer industrie nodig. Statue of Liberty, die kan ik wel gaan versparen. Maar moet ik hem dan ook op water plaatsen? Volgens mij staat dat ding niet echt op water, staat gewoon omringd op water. Ja, dat tref ik hier, dat hoop ik nog wel een beetje op. Laat me van deze kant. Oh ja, maar er is ook een junction. Oh ja, en daar is nog steeds die overstromingen. Ik vind het wel heel fijn dat deze dam werkt. Het zou helemaal fijn zijn als deze bruine goedje van water ook zo lang ver gaat. Eigenlijk moet ik de Statue of Liberty hierop zien te plaatsen. Dat is misschien wel een leuk idee. Het is een eiland. Ik heb bijvoorbeeld deze weg gewoon wat uitbreiden en dan hier naartoe proberen te krijgen. Dat is misschien nog wel een leuk idee. Kijk, 32.000 en dan heb ik... genoeg voor nog een landuitbreiding. Oh nee, een sinkhole. Any minute, residents should take precautionary measures. Labrade, meer in mijn stad. Oh nee. Dat is nog te doen. Op het moment is er natuurlijk ook niet echt zoveel vraag naar huis, omdat er gewoon nog heel wat ruimte is eigenlijk ervoor. Treinen die rijden hier ook op en aan. Train station. Passenger service last week 29. Want ja, als ik binnenkort bijvoorbeeld hier ben, dan kan ik hier natuurlijk ook een treinstation zetten. Zo kunnen mensen van deze kant van de stad, die kunnen dan hierheen. Dat is wel een leuk idee. Dan heeft de trein ook wat nut natuurlijk. Hey, Capital City. Uiteraard, dat is wat ik nodig heb. Dat is het volgende Colossal City. Maar nu kan ik dit stukje land kopen. Dan kan ik misschien ook even wat doen aan dit waterprobleem. Laat ik eerst maar eens even deze weg even weghalen. Maak ik er gewoon een brug van. Zoiets. Hebben ze daar geen last meer van? Prima.
Even kijken, dan houden we dit gewoon zo'n beetje aan. Ja, zoiets. Oké, deze brug die zit eigenlijk ook veel te laag tegen het water aan. Dus daar moet ik ook even wat aan doen. Dat is heel makkelijk op te lossen. Ik moet de brug wat hoger leggen. Kijk even. Zoiets. Dat is wel een hele rare brug. Laat dit maar even gewoon. Ziet er nog wel een beetje raar uit, maar beter dan hoe het eerst was. Een klein beetje het land wat hoger leggen misschien. Laat ik dat maar even doen. Zodat het water in ieder geval niet meer daar binnen kan komen. Misschien kan ik nog wel iets verbeteren. Gewoon even een vloedwal neerzetten. Zodat als het gaat overstromen, dan hebben we er niet echt gelijk last van. Mocht het water hier zo hebben van, oh, ik ga op het land, dan kan dat nu ook niet meer. Oké, maar nu kan ik ondertussen even de Statue of Liberty neerzetten. Daarvoor moet ik wel even een connectie maken. Kijk, hier hebben we de waterleidingen natuurlijk, geen stroom. Kijk, dan gaat dit gewoon zo. Ja, zoiets. Dat is wel een goede weg. Dan kan hier mooi de Statue of Liberty staan. Oh, heeft dat ding ook nog wat water en stroom nodig? Leuk!
Waarom zou een standbeeld water nodig hebben? En stroom. Mooi. Zoiets langs heen leggen. Twee visitors. Ja, het zou natuurlijk echt een trekpleister kunnen worden. Als ik bijvoorbeeld een treinstation hier naast pleur. Laat ik het doen. Waarom niet? Even kijken hoe ik dat ga connecten. Maar ja, dan moeten hier wel wat huizen gaan sneuvelen, denk ik. Oh, niet alles. Oh, oh, oh. Boom. Zo, dan kan deze helemaal rechtdoor. Even kijken hoe ik dat hier ga doen. Dat is wel een beetje krap, denk ik. Dan gaan we gewoon zo. Moet ik eigenlijk even een goede bocht proberen te maken. Zoiets. Ja. Kunnen we volgens mij gewoon recht ernaartoe. Ja, nice. Is er daar ook nog een treinstation? Ook heel mooi. Voor mensen ook niet de hele tijd met de auto te lopen. Auto te lopen. Huh? Nou, laat de treinen maar komen dan. Gaat nog wel even duren, denk ik. Vier mensen, nou dat is nog wel wat. Ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal en dan zie ik volgende keer weer. Later.